gelukkige verjaardag, Marlijne de Wouters. Hallo. Ja, ik ben 29. Ja. Pas maar waar, hè, zeg. Ja, Marlijne, ja, je was 0 toen je je eerste programma presenteerde. Hoe mooi een straf was dat niet, zeg. Hey, maar, nee, nu heb ik het een beetje. Ja, en Marlijne, maar zeg je dan, ik herinner het mij als de dag van gisteren, of zit het toch ook op een manier ver weg voor jou? Ja, allebei eigenlijk een beetje. Het gaat enorm snel, dat zul je met me eens zijn. Dus er zijn een heleboel herinneringen die nog heel vers in mijn geheugen zitten, uiteraard. En als je zegt 29, dan denk ik, oh mijn god, is dat alweer 29 jaar geleden. En er is zoveel gebeurd. En als ik mijn stem ook hoor en als ik mij zie, dan ja, dan denk je, het was een... Gelukkig hebben we evolueren, maar het is... ik kan niet zeggen dat het een andere persoon was, maar het is, ja, dat is wel ver weg, ja. Nou, maar dat hebben we allemaal als we oude dingen terughoren. Hè. Dat is op zich logisch. Maar wat weet je nog van die avond? Was iedereen poep zenuwachtig of viel dat nog wel mee? Ja. Iedereen was heel zenuwachtig, heel opgewonden ook eigenlijk. Heel excited zo. En ik herinner mij, net voordat we op moesten, het was niet rechtstreeks zelf. Het werd opgenomen in het Kostaal in Oostende. Twee of drie dagen op voorhand, denk ik. Maar natuurlijk, ja, die hele zaal zat vol. En de pers. En het was alsof het rechtstreeks was uiteindelijk. Ja, heel zenuwachtig. En ik herinner mij dat Lin, net voordat we op moesten, hadden van die hele hoge hakken aan. We moesten zo'n hele steile trap af. En Lin, die stond stokstijf voor achter de coulissen. Ja. Dus de laatste 10 minuten. En ik was, ja, ik heb een sportief verleden en ik was op en neer aan het lopen. Dus ik had mijn schoenen uitgedaan en ik was op en neer aan het lopen. Maar het zat toch ook wel zoiets van, een ongelooflijk moment. Ja. Ik was persoonlijk, ik was wel zenuwachtig, maar ik was niet bevroren van de zenuwen. Ik denk dat dat door mijn tennis misschien een beetje komt, dat je dat toch wel een beetje gewend bent van een voor het publiek moment, te staan, hè? Ja. Ja, want het was wel spannend, hè? Want niet iedereen geloofde in die nieuwe commerciële zender. Zo van, wat gaat dat geven? Toegekijkers zijn mensen die negatief in het leven staan. En mensen die er gewoon niet in geloven. Dat had je ook, inderdaad. Ja, maar. Ja, het is een gigantisch succes geworden, hè, Marlijne. Ja, in de eerste 10 jaar wel alleszins. Hè. Dus de eerste 10 jaar was een gigantisch succes. En dan is het een beetje minder gelopen. Maar goed, ja, dat komt ook door de hele media-evolutie. Veel zenders bijgekomen. En ik denk dat VTM er toch ook voor gezorgd heeft. In het begin was VTM echt toch een hele goede mix van inhoudelijk. En toch ook het oog wil ook wat. Hè, de verpakking ook. En ik denk dat dat toch de toenmalige BRT serieus heeft wakker geschud. Want dat was toen toch wel een beetje... Allee, met alle eerbied, maar in die tijd begon dat een beetje op een Oostblok, een ex-Oostblok-zender te lijken. Ja, maar dat was wel zo. Ah, het is dan wel enorm veranderd, inderdaad, he, door een beetje wakker geschud erdoor. Ja, absoluut. Ja. Absoluut. Ja, ja. En dan is de VRT enorm geëvolueerd en die zijn, ja, dan zijn ze echt beter, heel goed geworden eigenlijk. En, ja, en dan klopt. Zijn ze op sommige vlakken ook VTM... voorbij gestoken. Is ook helemaal zo. Ja, heb je gelijk in. Ja. Ja, ik weet nog dat ik heel gelukkig werd toen VTM geboren werd. Ja. Ik was 9 jaar en ik dacht, wat een mooie kleur. En dat was altijd spektakel. En zo die shows van het Gouden Ogen met dat showballet. En die om te zien en familie. Ik vond het alleen maar... Ik zat toen op internaat. Je hebt dat helemaal gemist. In een jezuïetencollege. En ik moet zeggen dat het toen wel bon ton was om neer te kijken op VTM. Dat was allemaal van... Commerciële troepen allemaal, hoe ze daar dan opstellen tegen schrijven en zo. Oh ja. Dat moet ik heel eerlijk bekennen. En nu werk ik in het bedrijf, dus kei grap. Maar voor de rest, het gaat goed met je, Marlijne? Alles oké met je? Ja, het gaat goed. Ik vertrek binnenkort naar Hongkong op zondag. Oh. Dus voor het werk. Ik heb een heel leuk project. Ik heb in Parijs in december de Longines Master Jumping gepresenteerd. Dus dat is eigenlijk een beetje zoals de Grand Slam, zeg maar. Dus als je de Grand Slam hebt van het tennis, heb je ook de Grand Slam van de jumping, hè, van in de paardensport. Amai. En ze hebben dus een nieuwe televisiezender opgericht. Dus ik sta opnieuw aan de start van de nieuwe televisiezender. Och, echt waar? Hoe is dat? Ja.
Ja, ja maar digitale. Ja, maar dat is vandaag, hè. Dat is 2018, hè. Dat ja. klopt, hè. En dat allemaal op je 29ste, zeg. Mooi zo. Ja, ja. Heel goed. Maar een hele carrière dus. Voor je. Ja, ja. Een hele gelukkige verjaardag voor iedereen bij VTM, uiteraard. En Marlijn, het was fijn dat we je aan de lijn hadden. Ja. En veel succes met de jumping, hè. Dankjewel. Fijne dag aan iedereen. Marlijn en de Wouters. Merci.